De ijsbaan op het Kerkplein in Malden zal bij de jaarlijkse editie van het Winterfestijn dit jaar niet aanwezig zijn. Door verscherpte regelgeving vanuit de veiligheidsregio heeft de stichting Malden in Motion de organisatie niet op tijd rond kunnen krijgen. Door het ontbreken van de ijsbaan heeft wethouder René Waas veel kritiek ontvangen. Nee, ik weet niet of ik laf ben, ik denk het niet. Ik heb rechte rug. Van begin af aan heb ik in ieder geval heel duidelijk kenbaar gemaakt, gezien de complexe vergunningstraject, dat je er heel veel tijd aan moet besteden, dat het lastig is. Nogmaals, niet alleen voor de Malden Emotion in dit geval, maar ook voor de gemeente. En dat kost gewoon heel veel tijd. En toen heb ik al aangegeven, zorg ervoor dat je goed voorbereid bent. En ik heb ook aangegeven dat de tijd vanaf september tot en met de kerst toch nog wel erg kort is. De vergunning vanuit de gemeente is pas vorige week uitgereikt. Volgens Malden Emotion is ook dit een van de redenen dat de stichting de werkzaamheden niet op tijd heeft kunnen afronden. De vergunning is inderdaad uitgereikt een week geleden, maar dat is op zich niet laat. We weten dat het termijn voor het verstrekken van de vergunning 3 maanden kan duren. En dat heeft te maken met de verscherpte regels waar we zowel de organisatie Malden in Motion als de gemeente Heumen vanaf januari 2018 mee te maken hebben gekregen. Nou, er zijn verscherpte regels die vanuit de veiligheidsregio komen. En met name politie en brandweer, de hulpdiensten, kijken veel nauwlettender naar alles wat er gaat gebeuren. Dus het toetsingskader is behoorlijk verzwaard. De gemeente is momenteel in gesprek met de stichting met als doel om voortaan veel eerder te beginnen aan de vergunningstrajecten. Volgens Waas lopen de onderhandelingen goed en zitten de gemeente en de stichting op één lijn. Zeker, zeker. Dit jaar gaan we een winterfestijn organiseren. En niet wij, maar eigenlijk Malden Emotion. Maar wij proberen daar toch een bijdrage aan te leveren om nu op korte termijn nog iets te organiseren. Heel breed voor jeugd en ouderen. Maar zonder ijsbaan, dit jaar zeker niet. En volgend jaar gaan we echt praten over een ijsbaan, maar dan hebben we ook de tijd. Ja, we zitten echt op één lijn en ik heb al een aantal keren gezegd, we doen het allemaal gezamenlijk. En dat doen we ook echt gezamenlijk.